Voor de nieuwe dienstregeling 2014 gelden verscherpte veiligheidsnormen voor werken aan het spoor. Bij nachtwerk aan het spoor geldt vanaf 2014 dat beide parallelsporen gesloten worden. Voorheen was het zo dat op het spoor waar niet aan gewerkt werd, de treinen afwisselend van de ene en dan weer de andere kant reden. Dat werd geregeld met seinen. Amsterdam-Singelgracht heeft ons geleerd dat deze manier van spoorgebruik te veel risico's met zich meebrengt. Daarom gelden nu deze nieuwe regels. Want we doen geen concessies als het om de veiligheid van reizigers en baanwerkers gaat.